Goeiedag, ik ben Peter Samijn, voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid. En het is een eer en genoegen dat ik samen met de collega's van WASO en de FOD BOZA de schouders heb kunnen zetten onder het federaal plan Mentaal Welzijn op het Werk. We hebben dat een tijd geleden opgestart. Er waren verschillende fases in en een van die fases ging specifiek over het mentale welzijn bij zelfstandigen. En zelfstandigen zijn een groep die het qua mentaal welzijn de laatste jaren toch wel niet onder de markt hebben gehad. De werkzaamheden binnen dat project worden opgevolgd door een begeleidingscommissie. Dat bestaat uit specialisten in mentaal welzijn van zelfstandigen. Zij volgen de werkzaamheden op en zorgen er ook voor dat dat zal vertaald worden in structureel beter beleid voor het mentaal welzijn van zelfstandigen. Laat ons nu eens terugblikken op de voornaamste verwezenlijkingen in dit project. Dag iedereen. Bonjour à toutes et tous. Comme l'a souligné Peter, plus tôt, nous avons lancé avec quelques collègues ministres le plan d'action fédéral pour le bien-être mental au travail. Il était crucial pour moi d'inclure dans ce plan une dimension spécifiquement dédiée aux travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants font preuve d'un engagement sans faille dans la gestion de leur entreprise. Ils construisent avec passion une activité qui correspond à leurs compétences et à leurs intérêts, ce qui confère une beauté particulière au statut d'indépendant. Les indépendants sont très autonomes. En tant qu'entrepreneur, ils décident comment aborder les opportunités et les défis, ainsi que la façon d'utiliser et de développer leurs compétences. Cependant, les mêmes caractéristiques et qualités qui contribuent à la réussite d'une entreprise peuvent parfois se retourner contre le travailleur indépendant. Lorsque l'on gère une entreprise avec un dévouement total, il est parfois possible de négliger son bien-être mental. Les travailleurs indépendants sont souvent soumis à de fortes sollicitations, se traduisant par une charge de travail élevée, du stress et de la tension. Un peu de stress est normal, mais il est essentiel de maintenir un équilibre. Sinon, le stress peut prendre le dessus et conduire à un burn-out. Voor werkgevers en werknemers is er op dit moment al heel veel beschikbaar rond welzijn op het werk. Voor zelfstandigen zien we dat dat stukje echt nog ontbreekt. We hebben in het project een zelfscan ontwikkeld samen met IDW, die op een wetenschappelijk onderbouwde manier de risico's in kaart kan brengen waar een zelfstandige mogelijk tegenaan loopt. En vanuit dat resultaat van die scan gaan we heel gericht oplossingen aanbieden. Dit kan onder de vorm van een academie, dat is een korte workshop, dus door een professional gegeven samen met andere zelfstandigen in jouw regio. Het kan zijn dat je aan de slag wilt gaan met een aantal oefeningen of je hebt de mogelijkheid voor een 1-op-1 advies met een consultant. In dit project Samen Sterker Ondernemen zijn we die ondernemer gaan sensibiliseren, overtuigen dat hij zijn grenzen niet mag overschrijden, dat hij tijdig een beetje moet gas terugnemen en wanneer hij toch te ver gaat, hoe je daar op kan ingrijpen. Le bien-être des indépendants, c'est essentiel parce qu'il s'agit quand même des personnes qui constituent une bonne partie du tissu économique belge, d'une part, et également c'est un public qui est soumis à un fort stress, régulièrement, parfois très intense et dans la durée. Donc leur santé est vraiment un enjeu primordial, je pense. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen zegt dat hij last heeft van continue stress. En dat is heel normaal, want die ondernemer moet alles doen in die KMO. We hadden geleerd uit buitenlandse studies dat bijvoorbeeld in Finland daar een aantal experimenten waren mee gebeurd, met positieve outcome. En dus dat hebben wij ook kunnen op de kaart zetten in het kader van dit project. L'impact au niveau d'Icarus, on le perçoit notamment par le nombre de participants. Donc au niveau des conférences, on a vu plus de 700 participants. Au niveau de la newsletter mensuelle que l'on propose, il y a déjà plus de 250 inscrits proactifs et également presque 500 participants au niveau de LinkedIn, donc au niveau de notre communauté LinkedIn. De réactions sont très positives et nous voyons aussi dat zij deugd hebben van hun ervaringen eens in groep te kunnen delen met andere zelfstandigen. We hebben gezien dat er ja, toch niet evident is voor zelfstandigen en ondernemers om de stap te zetten om naar die sessies toe te komen. Maar we hebben ook gezien, eens ze aanwezig waren, dat ze eigenlijk bijzonder blij waren dat ze gelijkgestemde mensen konden ontmoeten. De profielen die deelnemen aan de workshops en de zelfscan zijn zeer divers. Zowel mensen uit de zorg, uit de bouw, vrije beroepen. Een van de belangrijkste vaststellingen die we gedaan hebben bij het einde van het project, in een survey die we gedaan hebben bij de deelnemers, is de vaststelling dat 37% van de respondenten aanheeft dat ze in staat gebleken zijn om een gedragsverandering
te bewerkstelligen bij zichzelf sinds de deelname aan een van de sessies. Au niveau des conclusions, ce qu'on observe, c'est qu'il était vraiment temps d'y travailler. Il y a un réel besoin en matière de bien-être des indépendants et quelque part un manque de ressources et des ressources qui plus est ciblées et vraiment proactives pour aller vers l'indépendant qui souvent manque de temps en réalité. Het is een bijzonder interessant project geweest dat we de afgelopen maanden hebben gevolgd en eigenlijk vraagt het naar meer. We denken dat de toekomst van het project, dat het daarin zeer belangrijk gaat zijn, dat we het heel praktisch houden, heel gericht. Want de zelfstandige die heeft massa's dingen te doen en ja, voor zichzelf zorgen komt een beetje op de laatste plaats. Zonder de ondersteuning van de federale overheid zouden deze projecten absoluut onmogelijk zijn. Ja, ik ben de overheid echt dankbaar, zoals denk ik vele zelfstandigen, dat daar zo'n oproep voor het project is. Ces projets pilotes sont en fait une première réponse et une belle avancée en la matière qu'il faut sans aucun doute continuer. Comme vous avez pu le voir, les caisses d'assurance sociale telles qu'Acerta, UICM et Liantis ont participé à cette initiative. Elles ont proposé un soutien adapté aux besoins des indépendants en difficulté avec leurs différents projets et je m'en réjouis. Bien entendu, l'évaluation de ces projets pilotes ne marque pas la fin du soutien en matière de bien-être mental pour les travailleurs indépendants. Il est primordial de maintenir notre vigilance afin que les entrepreneurs puissent continuer à exercer leurs activités avec une détermination sans faille. Merci à toutes et tous.